Het was weer terrein geblazen tijdens Der Voice of Holland. Vooral de 26-jarige Stef Klaassens wist alle vier de coaches voor zich te winnen, maar Wallon was het meest verbluft door de stem van de Amsterdammer. Bij tijd en wijle kon je enorm sexy, vertelt hij. Stef is totaal geen onbekende in de muziekwereld of op het gebied van muzikale talent te jachten. Hij won namelijk in 2014 al het programma De Beste Singer Songwriter, maar wist daarna niet door te pakken. Ik voel me nu stukken beter en zelfverzekerder, vertelt hij in de camera van Der Voice. Ik hoop dat mijn leven erna Der Voice zo uitziet dat ik kan spelen op hele grote festivals waar mensen staan te schreeuwen voordat jij het podium opkomt. Dat zou ik echt wel te gek vinden, vervolgt hij. Het was een zeer succesvolle auditie voor hem, want al bij het eerste couplet draaiden zowel Anouk als Leo Kleine voor de zanger, ook Wallon en Ali B. besloten om te draaien. Je hebt een heel mooie, fijne stem, klonk het oordeel van Ali B. Anouk deelt deze mening en voegt daaraan toe: prachtig als je Kleine zingt. Heel warm, je hebt een heel eigen geluid. Ik wil dat je bij mij komt. Het commentaar van Wallon was misschien nog wel het meest bijzondere aan de auditie. Ja, Stef, ik ga iets raars zeggen misschien. Maar bij tijd en wijle klonk je enorm sexy gewoon. Dat vond ik echt heel prettig om naar te luisteren ook. Het zal misschien een reden zijn dat Stef voor het team van Wallon koos.